Vanmiddag wordt de tent van het failliete circus Herman Rens geveld. Het 115 jaar oude circus ging in oktober failliet. 65 medewerkers verloren hun baan. De veiling van de tent, hier nog in volle glorie te zien, is in Ermelo. De opbrengst gaat naar de Belastingdienst. Circus Rens had een schuld van 130.000 euro. De laatste jaren liep het aantal bezoekers terug, terwijl de lasten bleven stijgen. De tent uit 2013 is rood met blauw en heeft een diameter van maar meer dan 31 meter doorsnee. Ja, en in Ermelo staat Arjan Hoefakker. Arjan, goedemiddag. Wie wilde nou eigenlijk zo'n circus tent kopen? Nou ja, op de parkeerplaats hier voor het terrein staan veel grote, dure auto's. Ik zie hier ook veel mensen, bijvoorbeeld uit het buitenland. Ik sprak een aantal Duitse mensen die in het Duitse circuswereldje zitten. Ze zijn geïnteresseerd in die tent. Maar ik sprak ook bijvoorbeeld iemand uit Ermelo zelf. Hij is een eigenaar van een restaurant in Ermelo. Hij zegt, we houden regelmatig bijeenkomsten, evenementen. En ik dacht, misschien is die tent wel interessant. Maar toen hij hier kwam kijken, zei hij van die tent die is eigenlijk wel heel erg groot. Dus er is veel interesse voor deze tent. Het is hier druk. En ik sprak ook een meneer die in het Nederlandse circuswezen veel heeft betekend. En hij zegt, ik wil er alles aan doen om die tent in Nederland te houden. Hij ruikt nog steeds naar Diana en Herman Rens. En dat betekent in wezen dat het een teleurgang is wat er nu gebeurt. Ik ga ervan uit dat er plaats is voor een circus van de omvang van Herman Rens. En ik wil voorkomen dat Nederland opnieuw wordt overstroomd door allerlei comedianten uit het verre buitenland. Oké, dus het moet vooral in Nederland blijven. Hoeveel moet hij precies opleveren? Nou, dat wil niemand hier zeggen. Mensen die een bod gaan uitbrengen, die willen natuurlijk hun kruid niet verschieten. Maar goed, Circus Rens kwam 130.000 euro tekort. En of die tent dat gaat opleveren, dat is nog maar de vraag. Oké, dankjewel Arjan.